Vanwege het ontbreken van financiële middelen voor het organiseren van het Nationaal Kinderboekenfestival worden nu op verschillende scholen kinderboekendagen georganiseerd. De kick-off was gisteren op de REC Dotschool. Volgens Agnes Rietveld, voorzitter van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival, heeft de stichting een langere voorbereidingstijd nodig voor de organisatie van het festival. Daarnaast is het nu tijd voor een kleine verandering in de organisatie, meent Rietveld. Ook zal het festival in tegenstelling tot voorgaande jaren worden opgezet op de permanente locatie aan de Cultuurtuinlaan. Maar natuurlijk is het niet van de een op de andere dag gedaan om het festivalterrein in zodanige staat te brengen. Vandaar dat we gezegd hebben, dit is een overgangsjaar. We houden wat kleinere activiteiten en dan hopen we met Gods wil het volgend jaar, 2018, weer de grotere activiteiten te hebben. Maar dan op ons eigen terrein. Het wordt dan een permanent educatiecentrum van het Kinderboekenfestival in de Cultuurtuinlaan. We hopen dat het in 2018 gerealiseerd kan zijn. Op de Dotschool zijn gisteren 3 Surinaamse schrijvers uitgenodigd om te vertellen over hun boeken en hun verhalen te delen met de leerlingen. Volgens Rietveld gaat het om schrijvers die het Kinderboekenfestival trouw zijn gebleven. Ook de mediatheek van de school had haar eigen thema-activiteiten om de Kinderboekendag tot een succes te maken. We hadden hier de schrijfster Hilly Arduin. Zij is bezig geweest rondom het thema vrijheid en het verhaal Aboy Conny is uitgewerkt. We hebben gehad de schrijfster Indra Hu. Zij is bezig geweest rondom al de verhalen die zij geschreven heeft voor de jongere jeugd. En dan hadden we als derde de schrijfster Novilia Toyuram Sabayo. En zij is bezig geweest met de inheemse verhalen, de inheemse cultuur. En ze heeft de kinderen ook geleerd dat er ook verhalen in andere talen van Suriname verteld wordt, namelijk in het Caraïbs. En daar heeft ze natuurlijk de kinderen ook over de inheemse voorwerpen, kunstvoorwerpen en alles wat met de inheemse cultuur te maken heeft verteld. Wel, de bedoeling is dat we richting het zuiden van Paramaribo gaan. Dus we denken aan scholen op Abrabroadje, die krijgen als volgende een beurt. En zo gaan we de wijken langs, de wijken waarvan we weten dat er veel kinderen zijn die behoefte hebben aan educatie en vorming. Want dat is het wat we doen. Het gaat niet alleen maar om het lezen, maar heel centraal staat educatie en vorming. En in deze tijd, waarin de kinderen bijna allemaal horen, nee, het is een precaire situatie, we hebben geen tijd voor dit soort creatieve activiteiten, zeggen wij, juist moeten we de kinderen middels zulke activiteiten helpen vormen, plezier geven in het lezen en in het leren. Agnes Rietveld, voorzitter van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname. Ze sprak in verband met de Kinderboekendagen gisteren, georganiseerd op de REC Dotschool. De Kinderboekendag wordt dit jaar in de plaats van het Nationaal Kinderboekenfestival georganiseerd. Vanaf volgend jaar hoopt de organisatie het festival te organiseren op haar eigen educatieterrein aan de Cultuurtuinlaan.